vind het eigenlijk ook heel vreemd dat Amsterdam zich helemaal niet profileert als een groene stad. Als je om je heen kijkt, dan zie je hoe ongelooflijk groen het is en hoe uniek dat is voor een wereldstad als Amsterdam. Voor veel groenliefhebbers kent het Vondelpark, de Sloterplas of het Erasmuspark geen geheimen meer. Maar wat er groeit achter bijvoorbeeld deze gesloten muren in West, daar kon je vandaag achterkomen bij Open Tuinen West, waarbij tuinen worden opengesteld die normaal niet toegankelijk zijn. Dit is een unieke kans om eens even naar binnen te kijken. En eerste gedachten? Nou, mooi, ja. Ja, ik zou wel zeker uitgenodigd zijn om een boekje te pakken en even rustig gaan lezen. Ik heb me vaak wel eens aangemeld van, willen jullie ook bij mij eens in de tuin kijken? Want ik heb dus een hele mooie tuin, vind ik zelf hoor. Want ze roepen altijd, oh jij hebt de eerste prijs. Maar het is wel leuk om dat met andere mensen te kunnen delen eigenlijk. Hè? Ja. En komen ze dan wel bij u op bezoek? Nee, de mensen kwamen niet, nee. Een voorbeeld van zo'n geheime binnentuin waar je wel op bezoek mag, is het Geuzenhof hier in West. Volgens directeur van het Van Eesteren Museum een voorloper van de ontwikkeling van het groen in de stad. Geuzenhof staat net niet op de kaart, maar is eigenlijk vergelijkbaar met deze gesloten bouwblokken die we hier in Bos en Lommer en de Baasjes zien, waar dat groen wel aanwezig is, maar alleen eigenlijk voor bewoners op de begane grond, dus niet publiek. Groen was eigenlijk altijd echt een elite ding. Denk maar aan de tuinen, op de grachten. En in het begin van de 19e eeuw kwam steeds meer het gedachte dat groen ook voor de gewone man moest zijn. En dat was vanuit de hele sociale gedachte en dat men elkaar zou kunnen ontmoeten in dat groen. En bij Geuzenhof zie je daar echt het begin van dat idee. Als je ergens boven woont, moet je af en toe contact maken met de aarde. Dat voel ik heel duidelijk. Ik woon zelf ook boven. En als ik de hele dag boven heb gezeten, is echt niet goed. Het enige probleem is, ik woon in ook zo'n huis met een binnentuin. En niemand gaat in die binnentuin zitten, want dan krijg je 500 ogen op je.